Welkom bij Leeuw Wat Dan Actueel van woensdag 16 juni 2010. De vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft Friesland uitgeroepen tot mooiste provincie van Nederland. Volgens de vereniging komt geen enkel ander gebied ook maar enigszins in de buurt. Bovendien hebben de Friezen nog gevoel van trots en eigenwaarde en verzetten ze zich hevig als hun streek eigenheid en historie bedreigd wordt. Van 15 juni tot en met 30 juni zijn de klokken in de Oldehoven buiten gebruik. Dit is in verband met de musical Mooi Mislukt die op 15 juni in première is gegaan. Deze musical is een solovoorstelling van Jan Dirk van Ravenstein en gaat over de bouw van de toren aangevuld met historische feiten. De opvoering van de musical is op de eerste verdieping van de Oldehoven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de winkeliers in het gebied Nieuw-Zeeland een verzoek voor compensatie in kunnen dienen vanwege de werkzaamheden aan het project Nieuw-Zeeland. Er wordt gewerkt met voorschotten per kwartaal in plaats van berekeningen achteraf. Daarnaast is het college bereid om extra geld uit te trekken voor extra maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid en communicatie. Verder is besloten om voorlopig tot 23 juli avondploegen in te zetten om het werk zo snel mogelijk uit te voeren. De avondploeg bestaat uit een beperkt aantal mensen. Er kan daardoor geluidsoverlast ontstaan, maar er wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een subsidie van 15.000 euro te verlenen aan de expositie World Press Photo, die van 14 juli tot 2 augustus plaatsvindt in het Postplaza aan de Tweebaksmarkt. Bij deze expositie, die landelijk veel aandacht zal trekken, wordt ook een masterclass fotografie georganiseerd. Verder wordt een fotoroute door de stad uitgezet met foto's uit de geschiedenis van Friesland en vooral van Leeuwarden. In samenwerking met de Openbare Bibliotheek worden tevens een fotowedstrijd en een expositie voor kinderen georganiseerd. Vandaag was op de Dokkumer E een wedstrijd met slimme model zeilboten. Studenten van de NHL-opleiding Scheepsbouwkunde hebben deze bootjes gebouwd als kleine versies van grotere boten die geschikt zijn voor bijvoorbeeld het wat. Ja, ik ben Sibbel Oosterhaven. Ik ben docent bij de Noordelijke Hogeschool bij de afdeling Engineering. En u leidt het project? Ik ben een van de leiders van het project, ja. Klopt, ja. Oké, en wat houdt het project precies in? Nou, bij de afdeling Engineering daar hebben we een aantal disciplines, een aantal opleidingen. Een daarvan is scheepsbouw, een tweede is elektrotechniek, informatica en we hebben werkgebouwkunde. En die vier opleidingen bij elkaar, de studenten daarvan althans, die moeten in het tweede jaar een project doen aan het eind van hun tweedejaars curriculum. En dit jaar moeten ze slimme zeilbootjes gaan bouwen. Okay. En dat doen ze in teams van... Nou, 8, 9 studenten. En die zijn dus van die vier opleidingen die ik net beschreef. En dat moeten ze allemaal samen doen. Dus dat betekent dat de scheepsbouwkundige die moet het bootje ontwerpen met computersoftware. En het bootje dat moet uiteindelijk moet dat gemaakt worden, wordt een romp gemaakt met speciale vacuümdieptrektechnieken en met composietmateriaal. En als de romp helemaal klaar is, dan moet daar natuurlijk elektronica in en dan moet de zeilen op. En die elektronica die moet het motortje besturen en die moet de giek en de fok moet die kunnen bedienen. Maar er moet ook nog andere slimmigheid in, want als die boot onder een te grote helling komt, ja, dan moet die wel gemeten kunnen worden. Want ja, als de wind aanhaalt en de boot gaat scheef, ja, dan moet je het grootzeil loslaten. Dus je moet de hellingshoek kunnen meten. Kunt u misschien vertellen van, of uitleg geven hoeveel mensen aan dit project hebben gewerkt? Het gaat om 8 teams van pak een beet, nou 10 studenten, dus zijn 80 studenten ongeveer. Okay. En er zijn iets van 12 tot 15 docenten bij betrokken. Dat is en, hoe lang zijn aan de boten gewerkt? Dit project het loopt 1 periode lang en dat zijn 8 tot 9 onderwijsweken wordt hier aan gewerkt. Ik ben Jan Lichthart, ik ben een student van de NHL Hogeschool. Ik studeer elektrotechniek, tweede jaar. En, we hebben als project gekregen dat we een bootje moesten bouwen. En die moesten wat varen, zo wat zeilen, zeilautomaten en zo. Nou, en dan is extra ook nog een hulpmotortje erbij. En dat was eigenlijk projectomschrijving. Okay.
Want ik had begrepen, jullie moesten hier ook voor gekwalificeerd zijn. Ja, we hebben eerst ook voor gekwalificeerd. Het ging nogal wat moeizaam, want er waren verschillende groepjes die kregen niet helemaal op tijd af. Maar op een gegeven moment, voor mij zijn er nu 5-6 bootjes. Van de in totaal 8, dus op zich is het nu wel beter gegaan. Er waren maar 3 of 4 of zo gekwalificeerd. Dus ik heb zin aan het zeilen zometeen. Dit was Leeuwarden Actueel van woensdag 16 juni 2010. Tot ziens!